Hi, Sjoerd van Baks Music. Wanneer je nou thuis opnames maakt, in je home studio bijvoorbeeld, dan is het van belang dat bij mixsessies je een goede afluistering hebt. Samsung staat bekend om hele betaalbare oplossingen voor de home studio. En dat geldt ook voor deze Studiomonitor. Het is een actieve Studiomonitor en dat betekent dat de versterker ingebouwd zit. Hij wordt per stuk geleverd en dit is de Resolve SE5. En die 5 die duidt eigenlijk op de 5 inch woofer. Die woofer is gemaakt van een geweven carbon en hij heeft een 1.25 inch tweeter. En daar zit een waveguide in zodat die geluidsgolven niet botsen met het laag. En daardoor hou je dat uitgebalanceerde geluid. Ik zei al een actieve studiomonitor. Dat betekent een ingebouwde versterker. Het levert 50 watt voor het laag en 20 watt voor het hoog. En dat is meer dan voldoende. Want dit soort studiomonitors gebruik je dicht bij je beeldscherm. Dus je zit daar dicht op, een near field monitor. Dus heel hard hoeft dat eigenlijk niet te gaan. Je kunt dit soort monitor ook gebruiken voor het versterken van je keyboard bijvoorbeeld. Dat is ook een uitstekende upgrade van de ingebouwde boxen van je keyboard, meestal. Ik ga de achterzijde laten zien, dan zie je wat voor aansluitingen daar zitten. Actief, dat betekent dus ook dat er een stroomsnoer in moet. De voeding, daar gaat hierin. Hier heb je de aan- en uitschakelaar. En dan vind je hier de volumeregelaar. Hiermee bepaal je het totaalvolume wat er uit die luidspreker komt. Hiernaast vind je een regelaar waarmee je het aandeel van de tweeter in het geluid bepaalt. Zoals je nu staat, helemaal naar links, heb je min 2 dB op het laag. Hier daar staat hij op 0, 2 dB plus en 4 dB plus. Afhankelijk van de akoestiek van de ruimte waarin je deze luidspreker gaat gebruiken, kun je dus het aandeel van het hoog afregelen, zodat je een uitgebalanceerd geluid houdt. Dan heb je natuurlijk nog twee ingangen. De bovenste is een tulip aansluiting, een RCA aansluiting is ongebalanceerd en daaronder bevindt zich een 6.35 mm gebalanceerde ingang. Dus vanuit je geluidskaart, vanuit je audio interface bijvoorbeeld, stuur je met een jackkabel hierin of met een RCA kabel daarbovenin en dan stuur je deze luidspreker aan. De Samsung Resolve SE5, een 5 inch powered monitor, studio monitor wordt per stuk geleverd. Dus je moet er twee bestellen. Of als je er alleen had en er is er één stuk bij te spreken, dan bestel je er één. Maar in principe bestel je er twee. Als je nou meer wil weten over deze studiemonitor, dan klik je hier of daar. En dan kom je op de productpagina terecht. Kijk ook even bij de accessoires, waar daar staan zaken als jackkabels, verdeeldozen voor de stroom. Want het is wel gemakkelijk hè, dat je ze alle twee op één doos zet die je weer kunt schakelen. Dan hoef je niet altijd met je hand achter die monitor om je monitors aan en uit te schakelen. Vond je dit nou een leuk filmpje? Dan deel je het, dan like je het en als je meer van dit soort filmpjes wilt, dan word je natuurlijk abonnee van ons YouTube-kanaal. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Heel graag tot een volgende keer.